또 Yo dames en heren, en welkom bij This is Game World. Vandaag gaan we beginnen met een nieuwe serie, Empire of the Total War. Ik heb gezegd dat mijn tweede serie Europa Universalis zou zijn. Maar ja, ik heb deze game net gekocht, net geïnstalleerd. En ja, ik wil hem graag uitproberen. En ik dacht, waarom niet met jullie ineens? Dus ja. Ja, we gaan gewoon eens even kijken tussen de landen. En zullen we waarschijnlijk met Engeland starten, alleen Groot-Brittannië starten. Want dat werd me aangereden. Wel, we gaan gewoon beginnen met Groot-Brittannië. Lijkt me leuk, dus hier starten we. Dit is hier de eerste keer dat ik het gespeeld, dus geen idee hoe dit gaat lopen. Your first priorities as an island nation should be to ensure you have adequate naval defenses in place. As a strong navy is the key to protecting your shores. Beyond that, maintain friendly relations with other Protestant nations, such as the United Provinces, Hanover, Prussia, and Sweden, as the ever-present threats from Catholic France and Spain may require a joint action by allies in the near future. In addition to securing your position at home, look to the preservation of your colonies in America and the Caribbean. France and Spain are always interested in expanding their overseas territories, and your colonists will provide easy pickings for less scrupulous nations if left unprotected. There is also much unexploited territory in the Indian subcontinent. Gain a foothold here before your rivals do. The once mighty Mughal Empire is on the verge of falling apart, but it is still important to move swiftly. The up-and-coming Maratha Confederacy is ready to pounce and forge an empire of their own, so allying with them against the Mughals could be a useful strategy. It is especially vital to act in India before the French gain a foothold and begin to work against you as they have in America. Okay. Bedankt. Ja, ik ken deze game echt niet. Het is de eerste keer dat ik het speel. Ik ben gewoon aan het rondkijken. Ik weet echt niet wat hier allemaal aan het gebeuren is. Europees map? Ja, oké, okay, sowieso groter met Afrika. Oké, okay, ik heb Napoleon tot de war, dus dat ga ik nu al een beetje vergelijken. Oké, okay, Portugal is ook een bondgenoot. Leuk. Okay. De map ziet hier wel iets anders uit met provinciegrenzen. Oké, okay, Poland is ook wat meer opgedeeld en zo, maar klein dingetjes. Nee, Poland is groot.
ik roep een stil lachen uit. Oké, en dit hier stuk is niet, want normaal gezien is dat hier zo afgekapt. Ah, dan zit er zelfs. Lachen. Third in colonies. Oké, leuk dat ze ook een klonis hebben toegevoegd. Pirates. Zou je vrede kunnen krijgen met de pirates? Ja jongens, het is eerst mijn eerste keer. Ik heb hier en daar wel wat gezien, maar... weten? Gewoon zien, meer niet. Ja. Ik ga even naar India kijken. Portugal en Nederland, alleen het Verenigde, wat is het? De 17 provincie of de. Ja, de 17 provincies in deze tijd nog. Ja. Persia, de Mughal Empire. Oké, Afghanistan ligt hier. Heel leuk. Oké, leuk dat je zo kunt scrollen van Europa naar. Leuk. Maar ik zag ook, het is typisch zijn deze. East Indies. Oh. Oh, dit is leuk gedaan. Dit is echt wel leuk gedaan. Wacht, waar is dit? Ivory Coast. Coast of Brazil. Dit is echt wel leuk gedaan, eerlijk gezegd. Wel, ik ga terug naar Europa en... ik kan mijn diplomatie beginnen. Ik weet gewoon niet waar ik helemaal moet beginnen. Wat? Rake? Ah, spy. Het is een Spaans schip. Om de vlag te zien. Oké. Dit kan een gelachen worden. War always finds a way. What? Het is eens een bekende uitspraak van die persoon of zo. Ik ben Napoleon, weet ik ook niet wat hij allemaal wil zeggen. Oké, maar wie ga ik naar mijn. Diplomatie kijken. Ga ik daar allemaal in zitten te. Daar even in zitten te prullen. En gewoon. Ja, ik zal zien dat die allemaal naartoe gaat. Ik vraag me echt af welke uitleg hier tegen zou komen. De Verenigde Staten. Die ook wel van geweerd worden of niet? Hey, als jij het weet. Laat in of voorspelling hebt, laat achter in de reacties. Altijd leuk om te zien wat jullie denken. En dit deel stuk kan ik niet echt vol lullen. Dat gaat dus te veel werk voor mij. En ik weet ook niet of we de eerste aflevering ook al in eens gevecht zullen hebben. Dat gaat allemaal afhangen van wat er gaat gebeuren.
dames en heren. Yo, dames en heren. Oh, dat is zo moeilijk. Hier ben ik terug. Brightness, gamma, oh. Zombie sounds. Nee. User effects. Oké. Brightness en gamma. Oké, dat kon zo. Oké, ga ik eens een keer op het scherm naartoe moeten kijken. Right click to move your army to any part of the highlighted area. Attack by right clicking on a rival's army or city. Merge with. Hi. Ja, dit is goed. Diplomatic. Is dat government? In diplomatic relations. Wat komt hiermee? Oh, ik kan niet helemaal over dat kloten. Als ik naar Amerika ga, de Amerika's. Nee, oké, okay, dat heb ik altijd gewoon. Oké. Okay. Ik steeds een keer, wat is de zin? Ja, ik moet even. Oeh, ik kan allemaal mee. Heb ik misschien eens allemaal mee? Ik heb allemaal mee. Hey. Dus Lithuania, ga ik proberen mee te handelen. Leuke vlag. Oh. En of. Mm. Ik zeg hier dat ons trek nog op als we gaan doen. Sure, die wel wel. Oeh, blip bij net, sure. Oh, wie is er maar, oh, oké, dat is jou, oké, ik zou oeps. Denemarken. Oké, de paard kunnen volgens mij geen onfacket. Hey, is die schok al? Hehe. Iedereen is nog over het pirates, oké. Python is jammer. Venice. Laat ik even terugkijken in Europa. Ja, ik zou niet echt veel zeggen, want ik ben echt gewoon verbaasd hier, hiervan. Oké, Spanje is echt belachelijk groot. Oh. Kion, oh, de Kion en Savoy, Bavaria, Wittenberg, yep. Nee, Zwitserland hebben ze niet mee gevormd. Als we hem als Zwitserland niet hebben gemaakt, zou het leuk zijn. Misschien met Zweden nog? Oh, heb ik allemaal mee. Bondgenoten.
misschien dat je mijn koek zet van Bahamas. Ze heeft geaccepteerd. Oh my god, die is eerst geaccepteerd. Of wat? Oh my god. Zalig. Kan ik gewoon in jullie havens komen of niet? Hebben jullie zo? Ja, hier heb ik een haven. Oh, nee dus. Oh, hier is het. Waar is het? Oh, mercenary. Oké. Okay. Ik heb zoveel nieuwe dingen, man. Wie zijn dit? Oh. Kan ik er doorwandelen? Ik kan door, oké. Okay. Dat komt weer te. Frankrijk? Of zijn er mooie States? Oh, maar die kan ik gewoon niet handelen. Oké. Okay. Italian States. Sure. En hier is een alliance. Gewoon handel dan. Sure. Ja, ik lees nee, niet alles. Dus hier interesseert me ook niet zoveel. Ik wil zo graag gewoon in Lusubinia. Ze willen niet. Dang. Sure. Oké, nu heb ik gewoon geen haast meer om mee te handelen. Oké. Okay. Oeh, ben ik vast? Oké. Okay. Spatie? Ja, oké, spatie weer snel, oké. Ja. Pikeman, pikeman. Oh, wat is een pikeman? Ik vind echt zo via. Kijk, zal echt hier voor mij. Denk ik dat is meer met die nodig, denk ik niet, hè? Even snel kijken, ik heb niet gekeken. Ja, pirate. Oh. Hun. Oh. Oh. Hoe is dit? Oh, Ottomans. Wat? Dit is bijvoorbeeld Syrië. Oké. Okay. De man is wel onafhankelijk. Yeah, right. Ik heb geen geld meer om iets te bouwen. Te recruteren ofzo. Recruit. For the line infantry, third foot. Oh, gewoon regular. Melee, militia. Serieus. Die zijn gewoon. Oh. Ach, oh, oh. Ja. Ik ben het goed op. Kijk, objective government. Oh, ik vind het lekker veel, jongen. Amerika. Hey. Oké. Okay. Die niks. Schot hem op buiten. Ja, ik heb die gekregen wat ik doe. Oh, dat gaat niet meer. Oké. Okay.
Next lesson, Nocturnes. Okay. Niet spelen heb ik een handel mee, oké. Okay. 13 kilometer heb ik ook handel mee, oké. Okay. Ah, kan ik pandgeld mee worden of niet? 13 kolonies. Oh, die zijn al bondgenoot, zo te zien. Ik ben zo fucking blij hiermee, echt. Ah ja, dat wou ik nog doen. In vraag voor meter access. Ik geloof wel. Slecht, serieus? Waar ga ik op je zitten? Oké. Okay. Oké. Zoveel. Oh, die is militia. Pikeman. Ja, ik weet niet waar ik het eerst over ga verklaren. Dat heb ik gewoon geen hoofd te nemen. Ook graag het graf gedaan. Oké, ik moet niet staan terwijl deze extra zalig gemaakt echt op de rand van die map hebt. Hoek van de tafel vond ik altijd wel mooi gedaan. Zo nemen we Hannover geen haven heeft. Ook hier ligt Prussia, oké. Hannover, waar ligt dicht bij zijn? Yep. Dat is niet nodig. Oh. Nu de kleur wat opdoen. Ah, en die spreek ik druk bij. Tjoe. Technology. Oh my god. Cambridge. Look by net, oké. Ring by net, die ga ik pakken. Die heb ik nodig. En dan ga ik naar Square Formation. Want nu, voor hetgeen die verschillende kennis een plug by net en een ring by net, plug by net steek je in de loop. Van het geweer. Een ringbajonet schuif je over de loop. Met een plukbajonet kan je niet schieten, met een ringbajonet dat wel. Even snel uitgelegd wil je meer de tijd over. Zal ik nog wel een video zoeken die er meer uitleg over geeft. Ik zou misschien kunnen halen met een mine station, niet? Nee. Oké, ik heb niets toe van een break dice even. Oké, here we go. Volgende turn. Doe het ook niet. Als je mannen kwijtraakt door een slag, kom je automatisch weg, moet je zelf betalen. Dat weet ik dus niet. Beetje laggy, maar ja, weet je. Snel vooruit, maar voor mij niet zozeer uit.
Rusland, Spanje en Nederland in oorlog met elkaar? What? Er zit nog een teken van kasteel in hun vlag. Oké, ik ga hier wel over Chinees praten. Ik zit er snoppen van. Zoek dan eens op. Zoek gewoon op YouTube of... op Google. Van dingen die ik zeg. Wat zijn die ook in oorlog? Oh, kom op, man. Ik kom hier gaan handelen en hier kan handelen en je dingen krijgt bondgenootschap. Hey man, spreken, lekker moeilijk. Hup, ik denk dat die nodig zijn. We hebben een andere vlag. Reward and close will join your nation. Okay. What is it? Nova Brittany, what? Hier is geen om te lezen, maar... Okay, die zijn dus in oorlog. Prussia en Austria zijn in oorlog. Poland en Austria. Okay. Recruitment, yep. Fix it till we. Oké, accuracy. Wat is het schild tussen? Oh, dit is een speciaal zeker, ja. Ik heb een paar. Oh, ik heb een shit, daar is niet in de kwam. Ik ga nu even terug naar de Amerika's. Degene hier op een boot. Soms krijg ik wel slikken en leg spike. Line of G en redcoats. Colonial dragoons. Oeh. Ja, die cavalerie gaan we hier laten. Oh, is hij fort? Oh, ik heb fort op dat. Oké. Oké, eens even kijken. Hè. Amerika's kip. Oh. Is dat? Ik denk het wel, hè? Was het niet? Ja, oké. Ja, die ga ik nog niet helemaal verklaren. Maar die grenst dus met Frans en hun. Oké. Upper Canada. En dan kan ik met hun nog eens handelen. Die heeft ook zo helemaal iets. Een Pale's Nation. Geen idee wie dat zijn. Oh, liggen. Oké, lig hier en hier. Oké, daar. Oké. Kan ik hier ook maar recruteren? Hessen, alleen nee, oh! Colonial militia, ja, fuck it. We kunnen maar. Wat ligt het hier zelfs? Ranger, oh my god. Een pikeman, oké.
Ik weet dan Europa Universalis. Lists, oké. Fleet. Oké. Agents. Building, ja, heb ik niet zozeer nodig. 5, ja, ik wil echt gigantisch hard. Proefken, oeh. Geen mortieren. Howitzer. Bunker. Horstelling. Oké. Kijk hiermee. Niks, dus ik moet deze echt hebben voor hortatellerie te krijgen. Oké. Wow. Zelfs 1-3D gemaakt. Echt geschilderd. Mooi, jongen. Ik vraag me echt af waarom ik het niet eerder gedaan. Even kijken. Spanje is in oorlog met... De Nederlanden, is Frankrijk ermee nodig? Ja. En als ik nu op Frankrijk oorlog verklaar, komt die Zweden erbij in. Dang it. Waar kan ik handelen? Nee, als ik in een schip zeg, waar kan ik handelen? Blijkbaar niet. Moet ik wel naar de Amerika's. Ik ben echt nog altijd onder indruk van hoe mooi deze game is. Echt waar. Spannend, die brug naar dit team. Oeh, ja, die gaan we sowieso meenemen. Oh, toch niet. Dat gaan we meenemen vragen. We zijn nog bij Polen, Lithuania. Ik heb zo die winged hussars. Waar zijn die zo? Ik weet niet. Mijn winged calf. Die zijn heel mooi. Vind je echt wel gezien ervan? Een schip moet je zelf betalen, dat weet ik nog. Ah nee, dat weet ik van Napoleon, maar voor de rest weet ik het eigenlijk niet. Wat, zijn die in oorlog? Nee. En dan mag ik het ook wel niet groepen dan. In dit geval? Nee. Dat kan niet zijn. In dit geval? Oké, oh, ik heb 500 euro. Heb ik, oké. Ik heb een kit. Sure. En ik ga hier... Ik moet van drie naar hier sturen in deze haven. Dan ging ik naar de Amerika's... Nou, ik weet niet waar ik die ga sturen, het zit maar hierheen. Nou, hier is een vlak, ik moet doen. Hop. Ja, zo, ja. Nog lang duurt die recruitment? 3 turns.
Zweden heeft de Bahamas. Ja, wat Zweden heeft natuurlijk nog niks. Objectives, prestige. Oh, die hebben we goed. 30, ik maar 6. Oké. Next turn. Gelukkig is hij stom dat hij echt terecht is ingesproken. Vind ik echt heel leuk. Kom op, stomme maandel. Stom met mijn fucking handel aan te vallen. Oeh, Polen verdedigt zich goed. Maar Polen gaat dood. We kennen hem. Ik denk dat iedereen die het geschiedenis kent, Polen gaat dood. Die leeft niet lang meer. En die gaat Nederland terugwinnen. In Europa is volgens mij de, waar Nederland onafhankelijk. Nee, Nederland heeft er kolonies. Is dit niet die 30 jaar oorlog of zo? Dat weet ik even niet meer. Nee, die kwam later. Ja, ik ben nu stil, gewoon puur. Ja, dit is echt een. Ik ben gewoon het genieten van het gamen, ja. Eerst keer aan het ontdekken, aan het genieten. De Knights onafhankelijk. Malta. Ja, jongen. Sven is heel erg met Austria. Een keer een Rijdermaster, wat? Dus hier komt je militia, dan komt die, ken je geen militia. Oké. Colonial is ja, laat de colonials maar hier. Ja, is altijd colonial, oké. Hoe is het hier? Oh, leg spikes. Tinte. Die staan al stil, oké.
Oké, ik kan dus niks meer doen, oké. Oké. Colonial Lights, Colonial Light Infantry. Beetje moeilijk voor mij. Ik ben benieuwd als je hier door gaat komen. Kom dan ook ineens. Kom dan ook een natives tegen zo willekeurige natives die je aanvallen. Ik zou dat echt lachen vinden. Maar ja, als je dat niet lachen vindt en als dat zo is en je vindt het niet lachen, dat begrijp ik perfect. Frankrijk. Nu snap ik waarom Engeland jou zo hard haalt. Ja. Florida, is dat gewoon van Spanje of is dat echt... Ja, ik denk dat het gewoon van Spanje is. Wel kort. Heerlijk zelf lag. Maar ik doe van. Ik denk steeds dat ik iets een pop-up krijg. En als je afvraagt om Spanje zo groot is. Wel, ja, dat komt gewoon puur door het Burgers Rijk, dat is opgesplitst. Ja, als je niet van weet, leer je waarschijnlijk nog wel op school. Zo niet. Zoek het op internet, wil je dat niet doen? Vraag gewoon aan mij. Ik ben een goede gast. Min of meer. Ik ook eens een grote navy maken voor geval. Nou, weet je. Zolang ik op land kan vechten, kan ik op zee. Dat houd voor mezelf. En mijn crash duel. Oh, en. Oeh. Hoe je bent? This region is not producing enough food to support any more people. And already some are starving others. Oeh. Kom maar terug. George? Is het George Washington? Nee, die was niet van... die was niet van adel. Excuse me, oh, niet goed. Weet wat? Oké. Is toch voor. En is Oxford? Nee, Cambridge, waar is Cambridge? Daar is die. Oh, heb ik eens nog een andere technologie van nodig die hier staat. Tjuh. Oké, met your turns en dan kan ik kijken of je om dit te verbeteren. Je moet meer betalen om. Oh, meer betalen om neven te gaan maken. Oei. Oké. Oh, dit is handig. Die is echt heel handig, maar ja, ik ben nog niet bezig met de Navy.
Hij komt later. The National Summary tab is used to display important information about the state of your nation. Weet ik, hier ook even twee militia. Oh, de pikeman is hier alleen, oké. Die nummer 4 militia. Planning your construction needs is essential to a successful empire. Ook het vocht hier heb ik ook vast. Nee, hier heb ik geen vocht. Industrial buildings facilitate trade and return income. Barracks increase the numbers and quality of available units. Inns, theaters, etc. keep the population happy in the short term. Hier ging niet. Oh ja, maar ik ben ook goed door mijn geld heen. Yep, next turn. Want het is gewoon wachten tegen iedereen een beetje klaar is met recruitment. Oh, het goede span daar. Lucky bastard. Ik hoop echt dat Nederland gaat winnen. En hier is weer oranje. Is hier Napoleon oranje? Kijk. Ja, die is oranje Napoleon als ik me niet vergis. Ai. Waarom koopt Spanje, Nederland me niet? Kijk, ik ben niet strijdklaar. Ik ben echt niet strijdklaar, maar kom op. Voor de rest ben ik er klaar voor. Ook wel leuk dat je echt verschillende soorten industries hebt. Dan nog elke industrie is verdeeld in andere takken. Dat vind ik echt wel leuk gedaan. Is dit weer een nieuw boot naar de Bahama's? Ik heb geen idee, maar ik ben benieuwd wat eigenlijk Zweden gaat doen in de Bahama's. Daar ben ik echt heel benieuwd naar. Echt af van wat doet Oostenrijk in het op het grondgebied van Venice? Vraag me echt af. Wat met Venice eigenlijk een leeuw? Een leeuw met vleugels en een boek op een vlag. Dat vraag me echt heel hard af. Kom op, man. Ik moet hem niet gaan aanvallen, hè. Airlines broken. Wat? Wat? There are special trade theaters off the coasts of Africa, South America. From an epilogue. Okay, keep saying me. Yeah, okay. Yeah, it's so. You can attack a fleet belonging to another nation when it is within the Hylak. Het grote verschil is hier dat Houston bij. Het grote verschil hier bij Napoleon is de kleur van het gebied waar je kunt gaan. En de cirkel daar rond de muis zit, is zegt iets, ik ben het vergeten. Hoe kan ik zoiets vergeten? Blauw. En ook hier verschillende kleuren blauw. Dus alleen hier is ook weer verschillend. Kan ik hier nog iets doen? Oh, heel veel fur. Likey, likey. Wild, doe maar. Klik op verkeerde knop. Ik moet kijken of ik daar al... Nee, nog. Ik heb nog één iemand recruteren. Je wilt, doe het toch gewoon. En daarna ga ik naar de Indies. Nee, niet naar de Indies, naar India. En ga ik een voedsel proberen te krijgen.
just... Oh, ik zit echt heel zwaar met Europa in de verstand van mijn kop. Ik dacht dat ik een penalty, dat ik me zou kwijtraken om daar... Oh... Wat is Spanje daar? Is dat geen katholiek? Dat is toch katholiek? Ja, die is katholiek. Saxony is volgens mij weg. Weer al. Ja, Polen heeft toen net ook al door Pruisen. Ben ik benieuwd als nog zo'n deze soort empire. Ik ben benieuwd of ze nog een soort van empire Napoleon gaan maken. Ben ik echt benieuwd voor wat ze dan gaan toevoegen van de Europese map. Gaan ze meer Noord-Afrika in? En hoe gaan ze bij Azië? Gaan ze ook Azië bijmaken? Dat zou wel grappig zijn. Ja, Japan, Korea, een deel van China. Dat zou wel leuk zijn. Vind ik, oh, die gaat zeker van zijn trade post. This colony has reached its maximum export capacity, despite the region's potential for greater production. Upgrade the port to ensure the cash keeps flowing and the coffers of your empire continue to be filled. 60, yep. Recruitment. Oh, dat is wel leuk. Yep, kost misschien meer, maar het is ook wel meer waard. Ja? Ja? Ik heb iets anders voor nodig. Ja, dit is al de zin voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een leuke aflevering vonden. En laat een like achter al. Laat gaan een like achter, alles welkom. En bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.